Maar je moet nog wel even 1 minuutje wachten, want ik ga eerst even vertellen wat we vanavond nog meer hebben. Dus eerst feest. Heel veel kinderen voor heel veel kinderen voor de 10e keer. Om 21:50 doet hij het of doet hij het niet met actie, humor, de verborgen camera en optredens van artiesten, gepresenteerd door Peter-Jan Rens. Daarna aandacht voor actualiteiten in Achter het Nieuws. Na het journaal van 22:30, de Golden Girls. Sophia voelt zich oud worden en daarom neemt Dorothy haar moeder een weekendje mee uit om wat extra aandacht aan haar te kunnen besteden. Vanavond in Impact, tolerantie en idealen maken plaats voor controle en geld verdienen. En we besluiten de vaderavond met een kronkel van Simon Carmichelt, getiteld Een Paar. Maar nu eerst even Paul Witteman. Met de onderwerpen van Achter het Nieuws, goedenavond. 15 jaar al vecht Gerard Stienissen voor een zachte dood van zijn vrouw die al die tijd al in coma ligt. Straks in de studio een gesprek met Gerard hoe het nu verder moet. Het eerste kalfje uit de reageerbuis, gisteren geboren, roept de vraag op: waar is het einde van deze ontwikkeling? De verwarring rond de blaastest is nu maximaal. De ene stad vervolgt dronkenrijders wel en de andere niet. En straks de actie op, glaasje op, laat je vervolgen. En ex-politieke gevangenen over de praktijken van de staatspolitie in de DDR. Deze en andere onderwerpen in Achter het Nieuws, nou doet hij het of doet hij het niet. Om ongeveer 21:45, dat is voor grote mensen, maar nu voor jullie kinderen. Kinderen voor kinderen. Niks aan doen. Zal je maar gebeuren, je kan er niks aan doen. Dat je wordt geboren als de topkampioen. Ha, een nieuwe dag en ik begin met frisse moed. Vandaag heb ik vrij, dus dat begint al goed. Buiten lekker rolschaatsen, denk ik verrast. Daar heb ik zin in, dus ik haal ze uit de kast. Maar net als ik ze aan wil doen beneden in de gang, hoor ik mijn zusje huilen. Ze is wel vaker bang. Ik ren naar boven en ik geef haar juist de zoen als mama terugkomt van het boodschappen doen. Maar fluistert er een stemmetje achter in mijn hoofd: je rolschaat suffert, maar ik sta er als verdoofd. Het kan maar niet worden, ik moet een pen te beschrijven. Als ik zeg dat ik dan rood ben, zit ik niet te overdrijven. In het ziekenhuis zeg ik: ma, je ziet al pieps. Alleen onder mijn neus dan, de rest zit in het gips. Ik ben een ongelofelijke stuntkop.
kampioen. Maar zeg nou zelf, daar kan ik toch niks aan doen. Later zit ik alleen thuis. Mijn vader en mijn zus zijn bij mijn moeder in het ziekenhuis. Hé, daar gaat de bel. Weg met dat boek. Misschien is het visite, ik ben dol op bezoek. Een meneer aan de deur met een zwarte aktentas. Verder draagt hij een bril en een beige regenjas. Die komt dus niet voor mij. Ik ken dat soort heren. Hij is of van de belasting of hij wil je bekeren. Goedemorgen, ik ben van de inbraakpreventie. En hij laat me een kaart zien met een hoop pretentie. Nou, ze zijn niet thuis, maak hem rustig even binnen. U kunt alles controleren. Wilt u meteen beginnen? Goed, van vertrouwen ben ik buiten gaan spelen. Ik kon toch ook niet weten dat hij de video zou stelen? Ik ben een ongelofelijke stuntelkampioen. Maar zeg nou zelf, daar kan ik toch niks aan doen? Zal je maar gebeuren, je kan er niet. Wanneer ben jij het kwaads geweest op iemand? Ja, pas nog. Maar toen is het diezelfde dag nog goed gekomen. Maar toen verder had ik niks. Op wie was dat? Op mijn vriendje. Weet je nog waarom? Nee, dat weet ik niet meer. Dus het was eigenlijk niks, om niks. Nou, het was wel ergens om, maar ik weet niet meer waarom. Weet jij nog wanneer het kwaadst was op iemand? Het kwaadst? Nou, dat weet ik al niet meer. Ik ook niet meer. Wij zijn kwaad op elkaar, wij zijn kwaad. Ik voel duidelijk dat ik hem haat. Oh, ik zou hem wel heel de dag uit willen schelden. Ik zou hem wel eens flink op zijn bek willen slaan. Ik weet best dat je kwaad niet met kwaad mag vergelden. Maar van mijn part verdwijnt hij op zijn minst naar de maan. Wij zijn kwaad op elkaar, wij zijn kwaad. Iedereen weet dat in onze straat. Hij zal alles verzinnen om mij te verlinken. Hij bedenkt vast en zeker een rottige streek. Maar ik ben slim genoeg om daar niet in te stinken. En krijg ik hem vandaag niet, dan maar volgende week. Wij zijn kwaad op elkaar, wij zijn kwaad. Ik word ziek als ik hoor hoe die praat. Ik word misselijk als ik hem ergens zie lopen. Ik heb zin om te vechten, maar hij is te laf. Ik ga morgen een flesje vergif voor hem kopen. Ik weet hartstikke zeker, hij is niet van me af. Wij zijn kwaad op elkaar, wij zijn kwaad. En toch was hij zo pas nog mijn maat. Maar die ruzie van ons moet toch bij zijn te leggen. Maar ik wil tegenop zie als tegen een berg. Het is moeilijk als eerste het spijt me te zeggen. Wij zijn net grote mensen, maar dan lang niet zo erg. Een keer vervelend zijn, een enkel keertje. Je denkt, hè mensen, ik wou dat je kon verkopen. Wat zou ze moeten kosten bij jou? 1 miljoen. 4 gulden. Per stuk of samen? Per stuk. Het meest. Wat er bestaat. Ik bedoel, zoveel geld, liefde en geld is heel anders. 100 miljoen of zo. Ik zou ze niet kunnen verkopen. Ik verkoop me al dus niet. Oh, nou als ik dat denk, zijn ze woedend. En dan denk ik echt, nou die verkoop ik voor 5 cent.
De jeugd die gaat ten onder, hebben wij zojuist vernomen. Want overal daar stikt het van de paas en van de maas. Er zijn dit jaar weer stapels nieuwe ouders bijgekomen. En al die valse lieden spelen vreselijk de baas. We moeten wat verzinnen om de ouders te ontlopen. Want al die stomme regels zijn een regelrechte straf. Kom op, we gaan ze vangen en we zullen ze verkopen. Dan zijn we straks lekker van die hele horde af. Ouders, ouders te koop. Die willen nog zo sukkelig en zachterijnig stel. Ouders, ouders te koop. Ouders, wanneer ze me hebben, trek dan even aan de bel. We hebben hier een vader in een blauw geblokte jekker. En ook een rare moeder in een rood geruite jurk. En verder nog een vader die verzot is op gemekker. En deze gekke moeder is verslingerd aan de snuk. Dan hebben we een vader en dat is een halve garen. En hier is nog een moeder met ontzettend weinig tijd. Dus kom men in gerust de alle stomste exemplaren. Dat vinden we fantastisch, want zo raken we ze kwijt. Ouders, ouders te koop. Die willen nog zo sukkelig en chagrijnig stel. Ouders, ouders te koop. Wanneer ze we hebben, reageer dan even snel. Al kopen jullie vlijtig al die afgedankte kwallen. Bedenk natuurlijk wel dat er een groot gevaar in schuilt. Want mochten ze je eigenlijk toch niet zo goed bevallen, dan is dat reuze sneu, maar kopjes worden niet geruild. Ouders, ouders te koop. Adidabadabadaba, zoepa doepa, diba diba. Ouders, ouders te koop. Adabadabadabadabadabada. Ouders, ouders te koop. Die willen nog zo soeperig en stom vervelend zelf. Ouders, ouders te koop. Wanneer ze wil hebben, dan horen we het wel. Draag je altijd merkkleding? Als ik het leuk vind, als ik het merk leuk vind, dan draag ik het wel, maar gewoon niet. Je wil natuurlijk wel erbij horen. Van, en hij heeft dit en zij heeft dat, dan wil ik dat ook en zo. Als ik het leuk vind, dan vind ik het zo overdreven. Dan vind het kan mij dus echt niks schelen of ik wel of niet merk draag. Want, ja. Ik moest laatst naar een feestje en keek dus in mijn klerenkast. Het was gewoon rampzalig, maar ik heb toch alles aangepast. Ik zag mezelf al zitten, te midden van het feestgedruis. Geheel en al voor joker, nee dank je hoor, ik blijf wel thuis. Heb jij een rug
rugzak zo een als die van mij. En zijn die schoenen van je van het juiste soort? Wat ik bedoel is, hoor je er nu echt wel bij? Op school met gymnastiek? Goed. Nou, soms ben ik een beetje stijf en zo, maar soms ook niet. Het ligt eraan of ik in de goede bui ben. Maar spelletjes doen met gymnastiek, met de bal gooien. Maar dat vind ik wel leuk. Dus we gaan slagballen en wel wat meer, maar ik kan nooit slaan. Dus dat is heel goed. Dat kan ik niet. En die bal vangen? Nou, dat helemaal niet, maar dat leer ik steeds wat ietsje beter. Ik ben bang voor de bal, bang voor de bal. Ik ben bang voor de bal, bang voor de bal. Kom op en raak die bal op. En geef hem dan een apengloeier, hollengloeier. Oh, hij is een mantelbloeier. Kopen, 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 kopen. Oh! Ik ben bijna elke woensdag ziek, want dan heb ik gymnastiek. Klimmen, rekken, buigen enzovoort. Maar hoe ik het ook probeer, ik hoor bijna elke keer, je bent degene die de les verstoort. Ik ben bang voor de bal, bang voor de bal. Ik ben bang voor de bal, bang voor de bal. Kom op en raak die bal op. En geef hem dan een apengloeier, hollengloeier. Oh, hij is een mantelbloeier. Vangen, 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 vangen. Oh! Ik probeer soms wel eens uit fatsoen. Min of meer mijn beste doen. Dan ballen gooien, vangen enzovoort. Maar geen mens wil iets van mij. Ga maar aan de kant zijn jij. Want je kan het niet zoals het hoort. Ik ben bang voor de bal, bang voor de bal. Ik ben bang voor de bal, bang voor de bal. Kom op en raak die bal op. En geef hem dan een apengloeier, hollengloeier. Oh, hij is een mantelbloeier. Ik duk als ik vangen, moet ik vallen. Neer ik hangen, moet ik blozen. Staan mijn oren elke keer. Daarom ben ik voor gymnastiek bijna nooit meer fanatiek. Ik denk dat ik het never nooit meer leer. Doe je wel je best, vraag mijn vader. Als ik weer een voldoende heb voor gym. Waar deze ventje bent, voor wijntje zit ik altijd op je krent. Maar gelukkig ben ik wel behoorlijk slim. Ik ben bang voor de bal, bang voor de bal. Kom op en raak die bal op en geef hem dan een knauw. Ik ben bang voor de bal, bang voor de bal. Kom op en raak die bal op en geef hem dan een knauw. Moet jij thuis alles eten? Niet altijd. Als ik iets niet lus, dan zeg ik, ik lus het niet. Maar dan zeggen ze meestal, eet op. Dan eet ik het op. Maar laatst toen moesten we champignonsoep eten. En dat vind ik dus echt niet lekker. En toen zei ik, nou, ik eet het niet op. Wat er omheen zit, dat soep eromheen, dat vind ik wel lekker. Maar de champignons, dat vind ik vies. Kijk, zoals laatst had mama iets meer patat opgeschept dan Tamara. Dus ik mocht zoiets laten staan. Ik had zo'n berg. Spruitjes glad en groen met nootmuskaat. Die zijn hier dan niet te vreten. Ik denk dat
ik die dingen haat. Soms is het een keer wat anders. Bruine rijst met smurrie saus. Dat schijnt heel apart te wezen. Maar krijg dan papa applaus. Zomers eten wij spinazie, derry à la crème met ei. Als ik zeg dat ik geen trek heb, krijg ik er een schepje bij. Soms heeft moeder een bevlieging, wat dan Franse stoofpot heet. Joost mag weten wat erin zit, maar het smaakt naar apenzweet. Geef mij maar kip, patat en appelmoes. Met grote klodders mayonaise. Wij willen kip, patat en appelmoes. En een stukje een tompoes en een roomsoes. Op een doorsnee vrijdagavond is het kabeljauwfilet. In een gele saus met graten op een bed van lofpuree. Altijd is het eten smerig, zelfs de toetjes die zijn vies. Griekse yoghurt zonder slagroom smaakt toch net als antivries. Geef mij maar kip, patat en appelmoes. Ben jij geadopteerd? Ja. Wat is een adoptiekind dan eigenlijk? Nou ja, dan is er een moeder, hè. En die heeft helemaal niet zoveel geld om voor de kinderen te zorgen. En dan komen in Nederland of zo, komen die dat te weten. En dan, leuk, ik wil wel een kind. En dan gaan ze naar Indonesië. En dan vragen ze het. En als het mag, dan gaan ze nog iets met de rechter bespreken. Een kindje dat uit een ander land gehaald is waar de ouders van, of die kunnen niet voor het kindje zorgen, of die willen helemaal geen kindje, of die hebben te weinig geld voor het kindje om het op te voeden. Gedachten weer vertrokken naar dat land, het land van vroeger waar ik ben geboren. Ik zie weer hoge bomen voor een blauwe bergenrij en houten huisjes haveloos en klein. En kinderen die ook aan het spelen zijn, maar dit keer lijken al die vreemde kinderen op mij. En even zou ik bij ze willen horen. Na
natuurlijk weet ik best, het leven is daar niet zo goed. Ik zou het niet voor Holland willen ruilen. Maar denk ik aan mijn moeder, die daar ook nog leven moet, dan moet ik wel een stiekem even huilen. Ik voel me soms een beetje als een boom die is verplant, en die al groeit die door een vreemde grond. Blijf treuren om het bos waarin hij stond. Al heb ik hier een beter leven dan ik in dat land, het land van vroeger ooit had kunnen krijgen. Mijn vader en mijn moeder hier, die houden veel van mij, dat laten ze me merken, alle twee. Mijn broer en zus, die vallen ook wel mee. En als ze mij pesten dat ik anders ben dan zij, dan roep ik enkel, kijk toch naar je eigen. Ik hou dus van mijn ouders, van mijn broer en van mijn zus. Ik zou mijn hele spaarpot voor ze geven. Maar als ik aan mijn moeder denk, mijn echte moeder dus, dan komen soms die tranen toch weer even. Ik zit weer op mijn kamer met de atlas in mijn hand en zie wat ik al zoveel keren zag. En weet dat ik terug wil op een dag, terug wil naar de mensen in dat verre vreemde land, het land van vroeger waar ik van blijf dromen. Het land van vroeger, om weer thuis te komen. Wat is een bombardon? Dat is zo'n hele grote toeter die om je nek heen zit. Waar mensen zo wat in stikken ongeveer. Misschien van die rammelaartjes. Zo'n heel groot ding dat helemaal zo om je heen zit en dan... met zo'n, nou dan moet je ja, met zo'n heel hard blazen. Ja, dan word je helemaal rood van. Eerst wist ik het helemaal niet, maar ik geloof zo'n helemaal ding wat helemaal zo om je heen gaat. Met zo'n hele grote toeter, maar ik heb hem nog nooit gezien. Nee, ik let nooit zo op de fanfare hoor. Ik woon in een dorpje in het noorden van het land. De ramen gezeemd, alles blinkend aan kant. De natuur is er prachtig, de rust is er groot. Maar als je 12 jaar bent, verveel je dood. Te groot voor het springtouw, te klein voor de brommer. Op de fiets naar de film is veel te ver weg. De disco is altijd voor boven de 16. Als je in zo'n dorp 12 bent, dan heb je goed pech. Toch blijf ik hier wonen tot ik later ga werken. Want één ding maakt hier voor mij alles goed. Ik speel nu sinds kort in het dorpsvervaren. Muziek zit bij ons thuis al jaren bloed. Want ik speel bom, 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 bombardon. Want ik speel bom, 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 bombardon. Bij mooi weer op het balkon, zondagochtend in de zon, speel ik de bom. Mijn moeder zei eerst nog, ach kind, wat een onzin. Het is geen gezicht, een meid met een ding. Veel te groot en te zwaar, het is niet te tillen. Maar ik zet het door en ik krijg mijn zin. Als er feest in het dorp is, dan poets ik het koper. Dat straaltje als glanzend goud tegemoet. Ik blaas en ik doe er tot mijn wangen knappen. Muziek zit bij ons thuis al jaren in bloed. Ik sta naast mijn vader en daar naast mijn opa. We staan met z'n drieën heel dicht bij elkaar. En als ze dan horen hoe wij kunnen spelen, vindt niemand mij werkelijk niet. Niemand meer raar. Want ik speel bom, 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 bombardon. Want ik speel bom, 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 bombardon. Bij mij weer op het balkon, zonder zon gaan ze in de zon. Speel ik de bom. Bye.
Heb jij wel eens iets gedaan in je leven waarvan je nu nog denkt, wat was dat stom? Ja, nou ja, toen was ik nog iets van 4 jaar en toen zat ik met bakstenen te jongleren en toen kreeg ik er eentje op mijn hoofd. Ze zeggen wel eens van iemand heeft 2 linkerhanden. Wat betekent dat nou? Oh, nou, je kan natuurlijk niet echt 2 linkerhanden hebben, maar ik denk dat je gewoon heel klunzig bent of dat je alles laat vallen of dat hij een verschrikkelijke klunz is. Pak ik wat met die handen, wat doet er echt niet toe? Dan weet je dat het naar beneden dondert. Hij hoeft alleen te wijzen, dan is het al gedaan. Jij en dan zijn er dit jaar 5 serviezen doorgegaan. Ik heb 2 linkerhanden, dus alles wordt een troep. Het valt niet te weerleggen, want voor je pap kunt zeggen, loopt heel het zootje in de soep. Het plakken van een band, het lukt me niet om iets te repareren. Een plankje in een kast, ik weet dat het niet past. Ik hoef het al niet eens meer te proberen. Goddank heb ik geen meisje, hoewel een dikke zoen. Iets is dat je ook zonder die 2 handen best kunt doen. Ik heb gegeten, dan ligt er op de grond het dubbele van wat er is verdwenen in mijn mond. Hij heeft 2 linkerhanden, pak hij daar wat mee aan. Dan weet je dat wordt vallen, dan voel je met z'n allen. Daar komt alleen ellende van. Een dopje op een fles, het slijpen van een mes. Ik kan die dingen voortaan beter laten. Een stekker aan een snoer, een boutje in een moer. Het gaat niet verder dan erover praten. Maar het heeft ook wel een voordeel, dat stuntelig bestaan. Mijn moeder zei, jij raakt de afwas met geen vinger aan. Ik heb ook geen last van kramp. Wat of de oorzaak wezen mag, voor mij is het geen ramp. Ben je wel eens in de hondenboek getrapt? Ja, vaak genoeg. Hoe voelt dat nou aan? Nou, je voelt het niet echt. Je hoort blub en dan gaat het opeens stinken. Of van die grasveldjes waar je dan gewoon met kinderen speelt. En waar dan gewoon mensen hun hond uit gaan laten. Dat is gewoon heel stom. En dan ben je aan het hollen en dan lekker trap ze lekker in de poep. Oh, gadver, ja. Toen mijn zus die ging op vakantie met een vriendinnetje, maak net nieuwe schoenen en toen zei ik zo, dag Floor, en zo'n verse, vette, rode drol. En heel vies. Je springt en huppelt op de stoep, of voetbalt met een leuke groep, tot plotseling de hondenpoep je middag komt bederven. Je kijkt verlegen in het rond, je broekje gimpies vol met stront. Een fijne sfeer ligt door zo'n hond, natuurlijk gauw een scherven. Oh, oh, oh.
Ik ben er weer eens in getrapt, dat komt van al dat hollen. Maar even later ga je weer het voetbalveldje op en neer. En klap dan voor de tweede keer voorover in de drollen. Hollen, hollen, er is in 10 seconden zo'n kilo kaart gevonden. Hollen, hollen. Je hoofd, je handen en je haar, je hele lichaam ruikt ernaar. Je rent naar huis toe om je daar eens lekker te verfrissen. Je pakt alvast een schone jas en denkt wanneer het hondenras er morgenochtend niet meer was, dan zou ik het niet missen. Honden, honden, oh gingen alle honden naar gezamenlijke honden. Honden, honden. Toch kunnen honden vrij en blij niets doen aan al die scheiterij. De ware schuld ligt telkens bij. Ze zeggen wel eens dat stotteren een gebrek is, hè? Dan heb je iedereen een gebrek. Wat heb jij? Ja. Ik vind dat ik nogal klein ben. Ik heb hele smalle voeten. Ja. Ja, daar kan ik ook niks aan doen, nee. Nee. Dat valt moeilijk op te noemen. Waar zullen we beginnen? Ik heb weer van die grote oren. Tenminste, ze noemen mij op school Dombo. Bij vrienden heb ik meestal niet zo'n last. Op het schoolplein kan ik flink veel herrie maken. Maar als ik soms een beurt krijg voor de klas, dan lijkt het of ik kramp krijg in mijn kaak. Dan het lijkt. Bij onbekenden is het echt een schrap. Ze maken alle zinnen voor je af. Dat zij het liever zelf wil doen, heeft niemand in de gaten. Laat mij maar stotteren, laat mij maar stotteren. Laat mij maar praten. Je snapt die voeter heel erg. Best. Dan voel ik me ontzettend opgelaten. Alleen bij goede vrienden lukt het best. Ik weet dat zij me rustig laten praten. Ik loop nou bij een therapeut. Die zegt het lukt ons best. Ik ga al langzaam aan vooruit. Krijg allemaal de best. Ik turn on.
Als je nou zelf je vakantie mocht plannen, hè? Hoe zou die eruit zien dan? Ja, een land met heel veel... Een eiland, een klein eiland met heel veel bomen en struiken. En een kleine weggetjes die naar een klein strandje liep, helemaal alleen. Waar een paar mensen waren, dat is... Ja, zoiets. Wat is het vervelende van vakantie? Ja, dat je steeds overal heen moet doen. Dan weer naar een kerk en dan weer naar een kathedraal, dan zeg ik maar. Of weer naar een, allerlei bezienswaardigheden. Nog geen nachtje en dan gaan we met vakantie naar Italië, maar ik heb totaal geen zin. Gezellig met mijn broertje achterin. Van zo'n reisje er naartoe word je dan wel vreselijk moe. Maar dat kan me eigenlijk echt niet zoveel schelen. En die campings in Toscane, nou daar ligt het ook niet aan. Want dat is het juist, daar kan je heerlijk spelen. Zonnehollen, gammelhollen en met leuke jongens hollen. Bij een zwembad in het gras. De auto naar de kust. Urenlang in file staan, van Livorno tot Milaan. Gaat het naar die hoge bomen met olijven. En bij ieder bosje hooi roept mijn moeder: oh wat mooi, ik had liever op de camping willen blijven. Zonnehollen, gappengollen en met leuke jongens hollen. Bij het zwembad in het gras. Lekker keten, zeker weten, met z'n allen pizza's eten. Weer terug zijn, dan begint voor ons de eigenlijke pret. Met de jongens en de meisjes van de camping. Na het eten moet ik wel op tijd naar bed. Want we moeten weer vroeg op voor een tochtje naar de top van die mooie hoge berg in de omgeving. Nee, ik heb totaal geen trek in vakantie, vind het gek dat ik het allerliefste morgen maar niet meeging. Want ik wil gaan zonnehollen en met leuke jongens hollen. Bij een zwembad in het gras. Lekker keten, zeker weten, met z'n allen pizza's eten. Bij de bar op het terras. Ik wil op de camping blijven, niks geen bomen met olijven. Ik heb de balen van die kerken en van grote meesterwerken. En van torentjes en lijntjes en van leuke boemeltreintjes. En van mooie werkgestallen en de bossen watervallen van een prachtige stad. Thuis. Wat denk je dat het vervelendste is aan oud zijn? Ja, je zit heel lang stil en je denkt dat je misschien dat je bang bent om dood te gaan, ik weet het niet. Als ik 105 word of zo, dan zijn al mijn vrienden zijn al lang dood. Nou. Als je oud bent, dan heb je niet zo lang meer te leven. Ja, dan kan je, als je doodgaat, dan ben je er niet meer. En ja, het is juist leuk om te leven. Denk jij er wel eens aan, Jaas, omdat het best mogelijk is dat jij later net zo oud wordt als je opa? Ja, dat denk ik wel aan. Word ik later net zo oud als opa? Kan ik niet meer doen wat ik graag wil? Niet zo goed meer zien? Moet ik dan misschien, als ik lezen wil, net als hij ook een bril? Kan of mag ik niet meer alles eten?
krijg ik ook de een of andere kwaal. Woon ik niet meer thuis, maar in een tehuis, word ik net als hij een beetje kaal. Is het zo dat ik ieder ogenblik bij het lopen pijn voel in mijn benen? Pijn voel als ik in een appel bijt. Zijn die het beste met je menen, dan verdwenen voor altijd. Word ik later net zo oud als opa? Word ik zo vergeetachtig als hij? Dat ik niet meer weet wat ik gisteren deed. Moet ik wat ik eet, net als hij, suikervrij? Het is nog veel te vroeg om aan te denken. Ik zet dus die gedachten weer opzij. Ik maak me echt niet dik, maar ik hoop toch wel dat ik net zo lief en aardig word als hij. Heb jij nog een opa en oma? Een heleboel. Hoeveel? Nou, eens even kijken. Mijn ouders die zijn gescheiden. Ik heb de moeder van mijn vader en de vader van mijn vader, die was ook weer opnieuw getrouwd. Die heeft, en daar dus weer een oma van. En de vader van mijn moeder, die was ook opnieuw getrouwd. Heb ik ook weer daar een oma van. En ja, en mijn eigen oma dus weer. En ik heb nog, ja, dus mijn moeder heeft dus een vriend en die woont dus bij ons. En nou, daar heb ik dus ook nog een opa en oma van. Dus ik stik in de opa's en oma's. Nou, met de ene oma van mijn vaders kant, nou, kan je nog wel, die kan nog wel wat doen. Nou, wat doen, die kan nog heel veel doen. De andere oma, die is net ook geopereerd aan de benen en aan de heup, omdat ze niet zo goed kon lopen. Maar daar slaap ik toch wat meest en daar kan ik nu weer mee naar de bakker en zo. Dat vind ik wel leuk. Dat vindt ze eerlijk je van het. En op de vrijdag, dan doet ze aan karate. Nu snap je zeker wel waarom ik altijd graag bij oma kom. Al mag ik er met niemand over praten. Mijn moeder zal maar roepen, lieve hemel, dat gaat fout. Maar mijn oma is wel 80. Ja, mijn oma is wel 80. Echt, mijn oma is 80, maar mijn oma is niet oud. Mijn moeder heeft een baan van 8 tot 5. En ook mijn vader werkt de hele dag. Dus moet ik 's middags altijd overblijven. Maar leuker is als ik naar oma mag. Mijn moeder zegt wees niet te druk. Ze is de jongste niet, maar oma raakt niet van haar stuk. Je zingt als je haar ziet. Haar oma zit op jazz ballet, dat vindt ze eerlijk je van hen. En op de vrijdag, dan doet ze aan karate. Ze komt er graag, dan snap je wel. Haar oma is echt supersnel. Ze zitten altijd urenlang te praten. Wanneer mijn oma was niet goed bij zinnen. Toen bleek dat het een fiets moest zijn voor haar.
Verzin je thuis wel eens smoesjes op school? Nee, dat vind ik niet nodig. Je hoeft geen smoesjes te verzinnen. Als ik bijvoorbeeld iets heb gedaan en mijn moeder vragen dit en dat, heb jij dat gedaan? Dan zeg ik gewoon ja. Je hoeft er niet om te liegen hoor. Ja, meneer. Ja, dat weet ik niet. Als ik voor iets heel graag wil, ik ben op school en dan heb ik bijvoorbeeld een heel slecht cijfer gehaald. Dan zegt mijn moeder, ja, heb je dat cijfer al terug? Dan zeg ik, nee, dat heb ik nog niet terug. En dan heb ik het wel terug. En dan zeg ik het pas later, dan als ze in een goede bui is, zeg ik, ja, ik had dit en dit. En dan wordt ze nooit zo kwaad.